Goedemorgen, de nieuwe auto staat helemaal voor klaar. Ik leg hem uit even door middel van dit filmpje. Kunt u hem ook later nog eens terugkijken. In de deur, heel veel muziek wat achter. In de deur heeft u hier de knop zitten om de ramen achter vast te zetten. Links achter bedienen. Rechts achter, links voor, rechts voor. Met deze knop kan je de spiegels handmatig inklappen. En op deze manier kan je de linker spiegel stellen met de pijltjes en zo de rechter. En zo staat hij weer neutraal in het midden. Hier heeft u de eco-stand, kunt u iets zuiniger rijden. Deze voor het start-stop systeem. Zie je ook hier in je beeld gelijk komen. Of die in of uitgeschakeld is. Ik zet de verlichting even op de autostand. Zoom een klein beetje uit. Hier heeft u de cruise control. Dat zie je hier ook dat de regelaar geactiveerd is. En op het moment dat je dan de gewenste snelheid rijdt, kan je met de min kan je hem vastzetten. En dan kan je met plus en min harder zachter rijden en je gas loslaten eventueel. Deze is om de reset knop te gebruiken. Dus op het moment dat je je gas los hebt, of tenminste dat je je rem hebt ingetrapt. Dan is hij van de laatst gewenste snelheid af. En dan neemt u natuurlijk. Dan kan je hem daarmee weer terugzetten naar de laatst gewenste snelheid. Deze is om alles te vergeten van de cruise control. Wanneer de telefoon is gekoppeld met Bluetooth, kan je met deze knop kan je de spraakbediening gebruiken. Dus de naam van de contactpersoon inspreken die je zou willen bellen, eventueel. Hiermee opnemen en ophangen van telefoongesprekken. Met deze toets. Kan je door je menu heen scrollen. Ik zag achteral wat gebeuren. En hiermee kan je ook door je menu heen scrollen. Als je hier de ventilatie aan hebt staan, dan zie je de climate control. Deze is voor de vooruit, achteruit. Circulatie in de auto. Dan gaat hij gelijk wat harder. Zet hem weer even uit. Kan je mij ook nog verstaan. Navigatie. Bestemming. En dan kan je via adres zoeken, kan je adres wijzigen en dan op start drukken. En op het moment dat je dan kan je gaan rijden. Via multimedia kan je eventueel naar radio of via telefoon koppelen. Dan kan je eventueel muziek afluisteren van je telefoon via Spotify. Telefoon. Dan hebben we voertuig. Hier kan je rijhulpmiddelen aan of uitzetten. Je kan ook zien hoe zuinig je rijdt. Rijbaanalarm. Automatisch groot licht. Nou, dat staat allemaal aan. En dat kan je op deze manier wijzigen als je dat uit zou willen zetten. Schuif terug. Dan kan je naar het systeem. En dan kan je gebruikersprofiel aanpassen, je startpagina eventueel, taal, de helderheid van het scherm. Dus hier heb je de volume, die heb je ook hierachter. Plus en min. Dus de gevarenlichten. En hier om de deuren automatisch af te sluiten wanneer u gaat rijden. In het dashboardkastje liggen netjes de boekjes van de auto. Mocht u nog vragen hebben, laat het gerust weten. Ik wens u via deze weg alvast heel veel veilige kilometers met de nieuwe auto.